Sufiane Hassan Khan is de winnaar geworden van de Krowe Burgos Accountancy Scriptieprijs 2019. Haar scriptie was getiteld Enterprise Risk Management in Surinames Banking Sector. De uitreiking vond gisteravond plaats in de ballroom van Royal Turarica. De prijs bestaat uit een award en een geldsbedrag van 15.000 SRD. De prijzen zijn overhandigd door Maurice Roemer, hoofddirecteur van NV Self Reliance, en Romeo Burgos, de managing partner van Krowe Burgos Accountants. Met de jaarlijks terugkerende scriptieprijs wil Krowe Burgos Accountants NV studenten stimuleren om voor de richting accountancy te kiezen. Studenten die deel willen nemen aan deze scriptieprijs moeten afgestudeerd zijn van een in Suriname gevestigde hogeschool of universiteit met minimaal een 8. Deze prijs is voor de derde keer uitgereikt. Krowe Burgos Accountants NV is een full member firm van een internationaal gerenommeerde accountantsorganisatie, namelijk Krowe Global.